En nu liggen ook hier de oude schilderachtige vissershuisjes. Midden tussen de tuinwoldjes, schapenwoeten en stolpen. En de geuren van taan en teer zijn er reeds lang vervlogen. Maar de vissers konden hun oude beroep niet vaarwel zeggen. Toen de zee zich moest terugtrekken, bleven ze haar trouw. En even buiten Oosterend vestigden zij zich in het schilderachtige gehucht Oost. En daar ontmoeten we ze weer, de tanige vissers van het Wad. Op primitieve wijze hun touw draaiend of boetend aan hun veelsoortige netten, zoals voor eeuwen hun voorvaren ze deden. Sober is hun bestaan, maar ze bleven trouw aan hun Waddenzee, met zijn veelbewogen water en uitgestrekte slipbanken. Want zij mag onberekenbaar zijn en wispelturig, eeuwenlang verschaften zij het dagelijks brood aan vele geslachten. Over ons heen trekken in troepen andere vissers van het Wad, lepelaars. En aan de horizon heeft de vloot uit Oude Schild de netten uitgegooid. Ontmoeten we de mannenvisser in zijn veelzijdigheid. De duizenden strandpieren zijn hem een welkom lokaas voor zijn burgvisserij. Overal en op velerlei manier heeft hij zijn netten uitgezet. En mild schenkt de zee ook hem een deel in de overvloed. Zo trekt hij over het Wad met zijn sleepkist, uren ver. En als straks de vloed weer komt, snel en overrompelend, doet dezelfde sleepkist dienst als bun voor zijn levende vangst. Op zijn ranke bootje brengt hem tot aan de verre horizon, waar wispelturige stromingen in de vele ondiepten blijven koken en waar hij zijn massale botnetten heeft uitgezet. Daar is ook Teun de vogelwachter. Dag en nacht waakzaam, want eierrovers weten hier een kolossale buit. En de vogels zijn heel gevoelig voor storingen in hun broedterrein. Toch des te merkwaardiger is hun onverstoorbaarheid tegenover natuurcatastrofen. Wanneer de voorjaarsstorm het water hoog heeft opgezweept, dan vindt Teun de volgende dag alle eieren aangespoeld aan de voet van de dijk. Maar de vogels beginnen opnieuw en jaar in jaar uit worden er duizenden jongen grootgebracht. Zo werd in de 19e eeuw het Texels grondbezit met meer dan de helft uitgebreid en Texel kreeg zijn tegenwoordige vorm. Veilig achter de zware zeedijken ligt thans het nieuwe polderland. De geulen en slenken die eens het Wad doorsneden, blijven als littekens in het polderland achter en vormen er schilderachtige kreken. Het visdiefje vertelt het ons al, er is wat te halen. En hier ontmoeten we een derde categorie van vissers die in het verzoete water hun palingfuiken goed gevuld vinden. Meestal blijven de geulen en kreken dienst doen in het ingewikkelde afwateringssysteem. En dan komt de mooie Hollandse molen een handje helpen. De zeeafsters blijven zich ook in het nieuwe land uitstekend thuis voelen en in de nazomer bedekken ze de oevers met een weelderige bloemenpracht. Ongestoord kunnen hier in Walenburg de vogels leven. Zelfs werden er voor hen molentjes geplaatst die juist omgekeerd werk doen. Ze malen het land nat. En in dit vogelland kon een der pioniers van de vogelbescherming, wijlen de heer Burdet, zelf nog vele van zijn vogelfilms opnemen. Maar door de vogels zouden we bijna vergeten dat de mens het vruchtbare land ook nog voor een ander doel aan de zee ontrok. Waar eens de golven rolden, golven nu de korenvelden.
De herfst is in het land. Tot berstens toe hebben de bijen hun rapen met honing gevuld. En ook de mens gaat de vruchten van het veld verzamelen. Hij brengt zijn voorraden bijeen die hem en zijn vee moeten voeden in het komende kwade seizoen. Hij beschermt ze met stro en aarde die de felle vorst zullen tegenhouden. De egel heeft zijn warme schuilhoekje gemaakt waar hij zich bij al te felle koude zal ophouden. De vogels die geen voorraden aanleggen en die geen winterslaap houden, maken zich gereed voor de verre reis naar de streken waar geen winter zal heersen. En op een dag komen ook in welgedisciplineerde phalanxen de goudplevieren of wilsters. Als vanouds gaat in de vroege morgenschemering de wilsteraar op zoek naar goede wilsterweilanden. Een aantal primitief opgezette plevieren, de poppen, worden op stokjes uitgezet. Tezamen geven ze de indruk van een troep neergestreken wilsters. Met een lijntje kan op een afstand een levende lokvogel op de zogenaamde wip bewogen worden. Het geweldige slagnet komt ervoor te liggen. Op een afstandje zit achter zijn schermpje de wilsteraar de hele dag naar de vogeltroepen uit te kijken. En met zijn fluiten tracht hij de richting der vogels te beïnvloeden en de troepen tot daling te bewegen. Wat hem met behulp van zijn poppen en lokvogel meestal wondergoed lukt. Vroeger werden de vogels voor de consumptie verkocht. Tegenwoordig werkt de wilsteraar soms in dienst van de wetenschap. De vogels worden geringd en weer losgelaten. En dankzij dat ringonderzoek weten we thans iets van de wegen waarlangs de vogels hun verre reizen maken. En wanneer dan ook de laatste lepelaars het eiland verlaten en de lange reis naar de Nijl beginnen, dan roepen ook wij Texel een tot weerziens in het volgend jaar toe.